Minimaal 2200 Almeerse gezinnen zijn volgens wethouder Vrouwtje de Jonge slachtoffer van de toeslagenaffaire. Maar hoeveel kinderen zijn uit huis geplaatst als gevolg van het toeslagenschandaal? Op die vraag wil de Partij van de Arbeid in Almere antwoord van het stadsbestuur. Ik praat erover met raadslid Rob Maurits van de PvdA. Meneer Maurits, ja, deze week zijn berekeningen naar buiten gekomen van het CBS. Er zouden tussen 2015 en 2020 1100 kinderen van ouders die in de toeslagenaffaire zijn getroffen uit huis zijn geplaatst. Ja, gaat u ervan uit dat daar ook Almeerse kinderen tussen zullen zitten? Ja, goedemiddag als eerste. Ja, daar ga ik eerlijk gezegd wel vanuit. Almere behoort tot de 10 grootste steden in Nederland. Dus ik zie eerlijk gezegd niet in dat daar geen Almeerse kinderen bij zouden kunnen zitten. Hebt u enig idee hoeveel dat er zouden kunnen zijn? Nee, op dit moment niet. En dat is ook een van de vragen die wij stellen aan het college. Of zij daar onderzoek naar willen gaan doen. Om te kijken van, zijn er kinderen uit huis geplaatst die gelinkt kunnen worden aan gezinnen die erg gedupeerd zijn door de toeslagaffaire? Ja, het CBS heeft ook gezegd hè, dat die kinderen, nou dat het onduidelijk is of de uithuisplaatsing het gevolg zijn van de toeslagenaffaire, of dat er misschien ook andere oorzaken zijn. Hè, er zou meer onderzoek nodig zijn om zeg maar een direct verband te leggen. Hoe ziet u dat? Ja, daar ben ik het op zich natuurlijk mee eens. Je kan natuurlijk niet één op één stellen dat kinderen die uit huis geplaatst worden uit een gezin die gedupeerd is door de toeslagaffaire, dat dat dus door de toeslagaffaire komt. Maar dat is nou juist wat we willen weten. We willen weten van, is de toeslagaffaire één van de oorzaak of de oorzaak van problemen in het gezin? Het moment dat je natuurlijk in zware financiële problemen zit als gezin, ja, dan is de opvoeding natuurlijk veel problematischer in één keer. Ja. En dan zullen de maatregelen, ondersteunende maatregelen, moeten worden genomen. Ja, want het is duidelijk geworden hè, inmiddels dat die toeslagaffaire voor heel veel problemen heeft aangericht in de gezinnen die het treft. Ja, dat klopt. Ja. Kijk, we kennen allemaal het voorbeeld van iemand die 80 euro ten onrechte claimde en 28.000 euro moest terugbetalen. Ja, dat hebben de meeste mensen natuurlijk niet zo even op de plank liggen. Dat leidt tot heel veel stress en minder aandacht voor de opvoeding. Ja, dan zal je dus extra maatregelen moeten nemen om deze gezinnen te ondersteunen. Ja, want stel nou dat straks inderdaad dat u boven tafel krijgt hoe dat in Almere zit, hè, met Almeerse kinderen die in die gezinnen uit huis zijn geplaatst. Wat vindt u dan dat er moet gebeuren? Ik bedoel, is dat in eerste instantie een taak van het Rijk om gezinnen schadeloos te stellen? Of moet de gemeente dan in die specifieke gevallen ook nog weer bijspringen? Nou, het is natuurlijk zo, er zijn natuurlijk twee componenten aan. Je hebt ten eerste natuurlijk de financiële vergoeding. Dat is een kwestie van het Rijk. Maar waarvan wij wel stellen van, de gemeente zou daar wel degelijk ondersteunend kunnen werken. En bij wijze van spreken daar een tegemoetkoming in te doen. Vooruitlopend op de compensatie die door het Rijk wordt geboden. Maar daarnaast, naast de financiële compensatie, kan je natuurlijk ook extra ondersteuning geven. Stut en steun noemen we dat in de gemeente ook. Waarbij deze mensen ondersteund worden met het doel om die kinderen weer terug in het gezin te plaatsen. Want het is natuurlijk een onvoorstelbaar schrijnende situatie. En emotioneel ook een heel zware situatie. Zowel voor het kind als voor het gezin. En daar kan je dus naast een financiële compensatie ook een heleboel doen met allerlei andere maatregelen en ondersteuning. Ja, nou vroeg u om mondelijke beantwoording op uw vragen van het college. Maar ik begrijp dat het college alleen schriftelijk kan reageren. Dat betekent dat het maximaal 6 weken kan duren voordat er antwoorden komen. Dat kan dus wel eventjes duren. Is er haast geboden? Nou, dat kan wel even duren inderdaad. Wij hadden inderdaad aangedrongen op mondelinge beantwoording. Maar de agenda zit op dit moment zo vreselijk vol dat waarschijnlijk sowieso wekenlang opschuift. Dus dat heeft niet zo vreselijk veel zin. En het actualiteitenvraaguur, dat hadden we ook kunnen gebruiken. Maar wij begrijpen wel dat hier onderzoek naar gedaan moet worden. Dus ja, dan is een actualiteitenvraaguur niet zo zinnig. En dan heb ik liever een grondige beantwoording dan een snelle beantwoording. En hier weten we in ieder geval van dat we binnen 6 weken antwoord moeten krijgen. Goed, dat gaan we afwachten. Rob Maurits van de PvdA Almere. Zeer bedankt.